En ik deed mee in deze auditie, aan de auditie. En ik dacht dan, het gaat me nooit lukken. Er zijn 50 kinderen en ze kiezen er 20 uit. En toen was ik dus gekozen. En toen kwam ik thuis en toen moest ik mijn moeder bellen, omdat die zat in Amerika. En toen ze in Amerika zat, toen belde ze me ze. En toen zei ze dat ik werd uitgekozen. En toen was ik helemaal hyper en hysterisch. Mijn vader doet ook mee aan dit toneelstuk. En vlak voordat ik de auditie inging, had hij tegen mij gezegd, het komt waarschijnlijk wel goed, want ik kan wel regelen dat je ook gekozen wordt. En toen zat ik op de terugweg van de auditie in de tram met mijn moeder. En toen moest ik heel erg huilen. En ik vertelde dat ik niet gekozen wilde worden omdat mijn vader meedoet. En toen heeft ze een appje gestuurd naar een van de mensen die hier werkt. En toen hebben ze gezegd dat ze daar niet op zullen letten. En toen was ik veel blijer omdat ik, toen ik door was ik veel blijer dat ik gekozen was omdat ik het goed deed en niet omdat mijn vader meedeed. Ik was op school en ik liep de klas uit. En toen pakte ik mijn telefoon en toen deed ik hem aan. En toen zag ik dat mijn moeder een berichtje had gestuurd dat ik gekozen was. En toen vertelde ik dat helemaal aan de juf en toen was ik helemaal blij. En toen stonden er allemaal kinderen omheen van, ben je gekozen en zo. En Walid die zit bij mij in de klas, dus hij was toen heel blij voor me. En toen ging hij ook naar huis om ook snel te kijken of hij gekozen was.